De nieuwe vleugel van de Intensive Care Unit en hartoperatiekamer van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP, hebben een volledige transformatie ondergaan. Directeur Claudia Marika Redan merkte bij de officiële oplevering op dat dit een opsteker is voor de zorg. Het transformatieproces van het ziekenhuis komt met dit moment duidelijk tot uiting. Ik moet er dit van zeggen. Dit is mede dankzij het bezoek en rondleiding van de president begin 2022 dat deze projecten ook direct zijn goedgekeurd door de regering. En ik moet het bedrag ook noemen. Want de Westwing en de SIH, dat kost niet een miljoen SRD. Het is wel een bedrag van 10 miljoen US dollar dat door de regering goedgekeurd is voor dit ziekenhuis. Met al deze projecten in uitvoering bestendigen wij het voortbestaan van ons enig academisch ziekenhuis. Velen hebben anekdoten te vertellen over AZP. Het kan niet anders. We zijn ook het grootste ziekenhuis. Met een verbeterde zorgomgeving, nieuw moderne gebouwen en natuurlijk voldoende middelen voor de zorgwerkers om hun werk te kunnen doen, kunt u ervan verzekerd zijn dat u als patiënt zorgzaam en vriendelijk bejegend wordt. Het project voor de Intensive Care Unit en operatiekamer heeft 5,7 miljoen Amerikaanse dollars gekost. Redan zegt dat er gerekend wordt op de middelen van de overheid die beschikbaar worden gesteld. Volgens minister Umar Ramadien van Volksgezondheid wordt gekeken naar hoe de financiering van de zorg eruit moet gaan zien. Met de oplevering vandaag en zeker denk ik voor het Caribisch gebied dit een visitekaart is. Niet dat je heel graag op de IC wil liggen, niemand wil dat. Maar ik kan wel met trots zeggen dat wij in het Caribisch gebied de toon kunnen aangeven voor wat betreft deze topklinische zorg. En zeker ook de cardiochirurgische zorg. Ik wil niet te lang verder praten, beste mensen. Het is een heel belangrijk moment. Niet alleen voor het ziekenhuis, niet alleen voor het team, maar voor heel Suriname, voor de regering. En ik kan u garanderen dat wij op korte termijn, en ik zie het SZF hier, verzekeraars hier, dat wij gewoon aan tafel moeten gaan hoe wij dit, de topklinische zorg, verder moeten gaan uitzetten. De gezondheidsminister zegt dat de samenleving garanties geboden moet worden voor wat betreft goede klinische zorg. De nieuwe intensive care unit en hartoperatiekamer zijn volgens de architect hypermodern en volgens de laatste kwaliteitseisen gebouwd.